als Hansestad is Harderwijk nog een van de mooiste toeristische trekpleisters in ons land. Vanaf de zeekant zien we nog steeds de koepel van het Dolfinarium boven de stad uitsteken. Echter, daar komt snel verandering in. Het waterfront wordt steeds zichtbaarder. De fraaie huizen, watergangen en bruggetjes bepalen langzamerhand het aanzicht van de stad. In het weekend is de fraaie vernieuwde boulevard overspoeld door dagjesmensen. Maar wie de moeite neemt vanaf de drukke boulevard de binnenstad in te lopen, wordt rijkelijk beloond. Middeleeuwse straatjes, verstilde pleinen en fraaie gevelstenen nemen je mee naar een andere tijd. Deze gevelsteen is van de Weemen, een voormalig weeshuis dat hier vanaf 1651 tot 1872 gevestigd was. Daarna verhuisde het weeshuis naar dit monumentale pand aan het Kerkplein, waar tot 1937 nog weeskinderen werden verzorgd. In de fraaie regentenkamer van dit gebouw sprak Evert met oud-burgemeester van Harderwijk, Johan de Groot. Als voorzitter van dit regentencollege vroeg hij hem naar de ontstaansgeschiedenis van het Harderwijkse weeshuis. Begonnen met een gift van Johan van Speulde. Die gaf aan het toenmalige stadsbestuur 740 Hollandse guldens met het doel om een burgerweeshuis op te richten. In die periode van de geschiedenis werden er eigenlijk in heel veel steden burgerweeshuizen opgericht. Dus het was eigenlijk ook voor Harderwijk wel een hele logische stap dat die voorziening er ook in Harderwijk kwam. Want de aanleiding van dat soort dingen was natuurlijk dat er ontzettend gebedeld werd in die periode. Hebben ze een pand weten te bemachtigen op de hoek van de Donkerstraat en de Markt. Er is nu niets meer van te zien helaas. Maar er stond toen een oud pand. En dat pand, dat was eigenlijk in bezit van de hertog van Gelre. En toen hebben wij aan Brussel gevraagd, Karel de Vijfde gevraagd, of het burgerweeshuis over dat pand mocht beschikken. En in onze historie is nog exact terug te vinden hoeveel hout er werd geleverd, door wie, hoeveel dakpannen er werden geleverd. En in 1555, u kunt het hier op de schoorsteen zien, in 1555 werd dat pand betrokken door de Wezen. In het Harderwijkse Stadsmuseum hangen nog lijsten met de namen van regenten van het eerste uur. Hier de weesouders met hun kinderen. De oude regentenkamer. En een mooi plaatje van een gezellige huiskamer van het weeshuis. Ze kregen ook onderwijs. Om het nou maar in de huidige taal te zeggen. Het burgerwezen had ook een eigen schoolmeester. Dus ze werden onderwezen. En als ze bijvoorbeeld briljant waren, dan mochten ze zelfs naar de Latijnse school. De erfenis van de Wezen, die verviel aan het burgerweeshuis. Want het burgerweeshuis moest natuurlijk ook ergens van bestaan. Deze erfenissen van de Wezen bestaan onder andere uit landerijen in Putten en Nunspeet. Maar ook uit een aantal fraaie panden in de binnenstad van Harderwijk. Zoals dit gebouw aan het Kerkplein. En nog een paar fraai gelegen panden in het hart van de stad. Al deze bezittingen leveren naast kosten ook de nodige huurpenningen op. En wel zoveel dat elk jaar zo'n 150.000 euro aan diverse sociale, maatschappelijke en culturele instellingen besteed kan worden. We hebben dus een club mensen die daarover beslist. En dus 7 regenten. En van die 7 regenten zijn er 3. Die zijn belast als subsidiecommissie met de beoordeling van de aanvragen. En 1 keer per maand komen wij hier bij elkaar. En dan komen de voorstellen van de subsidiecommissie op tafel. En dan besluiten we daarover. Om meer te weten te komen over de naamsbekendheid en de huidige functie van het Harderwijkse weeshuis, gingen we de straat op. Ik weet dat het bestaat, maar functioneert nu natuurlijk lang niet meer. Nee, de laatste wezen zijn geloof ik al in de jaren 30 van de vorige eeuw verdwenen. Ja, nou dat is goed ook. Ja.
Maar voor de rest weet ik er eigenlijk weinig van. Wezen kunnen er niet meer terecht, heb ik begrepen. Maar het is wel zo dat maatschappelijke instellingen, culturele instellingen, die kunnen dus een subsidie aanvragen. En wanneer zij aan de richtlijnen van het weeshuis voldoen, dan krijgen zij subsidies. Ze hebben elk jaar wat te verdelen. Dat hebben zij vanuit hun bezittingen. Burgerweeshuis, ja. Ik ben geboren uit de wijken, dus ik weet dat allemaal van vroeger nog wel dat er was. Maar ja, en ik weet dat die Stichting Weeshuis er ook is, dat weet ik. En dat ze dat ze dingen voor goede doelen ook geven. Nou, eigenlijk niet zoveel. Ik weet dat die ergens in de stad bevindt, geloof ik. Maar voor de rest weet ik er niet zoveel van. Ja, mijn moeder was te bezorgen voor de agentenkamer. En die gaf de agenten toen al een bakje koffie. En ik heb tot 16 jaar gewoond. Dus ik heb heel wat meegemaakt daar. En echte herinneringen dat de oude mensen achter in de schuur binnenkwamen. En er stond een grote tafel. En er stonden al die broden stonden erop. Nou, werd er geweest en met een broodje aan de armen geduwd met een bakje boter. Gelukkig zijn er nog veel organisaties die de weg naar het weeshuis goed kunnen vinden. Een verzoek om een financiële ondersteuning werd beloond. Zoals het inloophuis van de oude synagoge. De mensen met een rugzak, misschien wat eenzaam. Maar gewoon een mooi plekje om dan even gewoon je dag te doorbreken. Op de koffie te komen, te lunchen, een warme maaltijd, kerst te vieren. Met Pasen zijn we open. Sinterklaas. Het gebouw was na 15 jaar ook al heel erg toe aan een stukje upgrading. Het wordt heel intensief gebruikt. Dus er waren dingen ook gewoon kapot, versleten. Moesten echt weer verfrist worden. Dus we hebben prachtige nieuwe LED-verlichting. Ook natuurlijk energiezuinig. Daar waren we ook erg blij mee. Zodat de rekening hopelijk naar beneden kan. Er moesten nieuwe beveiligingscamera's komen, nieuwe schermen waar we gewoon de boel op konden zien, zeg maar. Maar ook nieuwe beneden in de toiletten van die handdrogers. Zo hebben we het hele gebouw met gelden die we op deze manier verkregen hebben. Gewoon echt weer voor de komende, hoop ik, 10, 15 jaar gewoon weer proef gemaakt. Zodat het weer kan zijn wat het moet zijn hier. Ja, super blij mee. Op 22 september... werd de nieuwe studio van Veluwe FM feestelijk geopend door burgemeester Van Schaik. Namens het burgerweeshuis overhandigde Willemijn Hop, lid van de subsidiecommissie van het weeshuis, een flink bedrag voor de aanschaf van nieuwe studioapparatuur. Het is ook wat zo mooi past bij het burgerweeshuis, dat er veel vrijwilligers bij betrokken zijn en dat het voor en door elkaar gemaakt wordt. En jullie zijn natuurlijk benieuwd naar het bedrag wat Burgerweeshuis heeft bijgedragen. We willen jullie ook als Burgerweeshuis van harte feliciteren. Heel veel mooie radiouren toewensen hier. En dan gaan we nu over tot de overhandiging. Ga ik afsluiten. Zie je vanaf in. Gert Vassen is al een tijdje voorzitter van de waterscoutinggroep Tjerk Hiddes. Het clubhuis moest zo'n 6 jaar geleden verhuizen vanwege de bouw van het waterfront. Het was een gedwongen verhuizing eigenlijk. De gemeente wilde het waterfront bouwen, wat we hier net achter ons zien. En wij moesten daar dus weg en hadden daar eigenlijk een gebouw wat niets meer was. En toen moest hier een nieuw gebouw gerealiseerd worden. Dat zie je ook op de achtergrond hier staan. Ja, en dat is een prijskaartje wat je als vereniging niet op kan brengen. Nou, en dan gelukkig vind je sponsoren. En bijvoorbeeld het Burgerweeshuis, die heeft ons een aanzienlijk bedrag geschonken om dit te kunnen realiseren. Fantastisch toch? Ja, heerlijk. Om hoeveel geld gaat dat? Nou, het ging om 2 schenkingen. Eentje van 15.000 euro en eentje van 2.000 euro. Dus dat is echt een substantieel bedrag. Waar hebben jullie dat voor gebruikt? Eigenlijk om dit te realiseren wat we hier achter ons zien staan en natuurlijk alles eromheen. Dus we hebben hier eigenlijk gewoon het perfecte landje gemaakt. Hoe leuk is het om voorzitter te zijn? Ja, het is fantastisch om voorzitter te zijn van Tjerk Hiddes. Het is een hele leuke, close familie, zoals we ook zeggen. Maar het is een vereniging natuurlijk die voor elkaar zorgt en er voor elkaar is. En ja, hoe mooi is het om die kinderen hier te zien spelen. We zitten hier echt fantastisch. Het is het mooiste plekje van Harderwijk. Zo zie ik het en zo vind ik het ook echt. Ik zou iedereen uitnodigen om eens een keer te komen kijken, want wat voor weer ook, hier is het altijd wel mooi. Daarom is het ook zo goed dat in onze bepaling staat, in onze statuten, hou het vermogen intact. Want dan kun je misschien nog 100 jaar vooruit.
En dat is natuurlijk ook de garantie voor mensen die een legaat geven aan het burgerweeshuis, dat het geld wat ze daaraan spenderen, dat dat door allerlei verenigingen nog 100 jaar zijn werk doet. Voor meer informatie over subsidieaanvragen en schenkingen, kijk dan op de website burgerweeshuisharderwijk.nl.